Ik ben Roman Amatkario. Ik woon in district Para, Palisadeweg, Drukkerweg, aan de Drukkerweg. Ik ben geboren in district Suriname, nu is het Wanica. En ik ben geboren op 5 april 1977. Ik ben gewoon een eenvoudige jongen. Ik doe aan vlechtwerken, zoals mix bamboe en waribom. Ja, meestal gebruiken ze bamboe en waribom. Bamboe? Ja. Bent u bekend met de soorten bamboes in Suriname? Niet zoveel, maar het waribom, het bamboe wat ik gebruik voor vlechten en dergelijke, is meestal één soort. Is één soort? Ja. Wat u gebruikt. Is dat makkelijk te vinden in Suriname? Nee, heel, heel moeilijk. Want meestal mensen, als ze het boom hebben en hun ouders gingen het gebruiken en nu de jonge generatie, meestal het afroeien, omdat ze het niet meer gebruiken. Okay. Want de jonge generatie nu gaat meestal, in plaats dat ze iets gaat vlechten of werken, zo, maar dan gaan ze liever buiten werken. Meestal ga ik zelf opzoeken, want als u het zelf opzoekt, krijgt u het wat u nodig hebt. Yes. Want als u mensen laat zoeken, dan krijgt u wel niet de juiste, misschien krijg je jongen te veel of je krijgt ouderen te veel, maar meestal heb, als ik basgieten maak, heb ik alle soorten nodig. Ja, ik heb wel een paar mensen geleerd, maar wie wil leren, sta ik altijd open. Want dit neemt wel een procesje als je het wil leren. Het geeft niet dat vandaag leer je dit, dan kan je alles. Want het heeft zoveel processen om na te leven. Want als je het gaat maken, heb je dat je, het moet eerst gedroogd worden. Het proces, want als je een, dit zijn touwen. Dat als je touw gaat gebruiken, meestal gebruik je geen oude waribom. Gebruik je middelmatig en jonge. Net en meestal die oude gebruiken ze meestal voor die stelen. En je hebt zoveel processen dat je mee moet gaan. Dat voor het maken moet je wel alles kunnen oriënteren. Wat? Ja, er zijn wel een paar die zijn gekomen. Maar ik ken de namen niet, maar nee. Een paar scholieren zijn gekomen. Ik heb wel... Studenten van Suriname zelf? Of ja, studenten van Suriname zelf. Van Suriname. Meestal, nu ik werk, dat doe ik wel op mijn vrije tijd. Zolang ik vrij ben, dat doe ik wel wat. Dat constant ben ik wel bezig. Maar niet net als vroeger, dat ik helemaal focussen op basgiet. Wel, er is wel een broer die wel basgieten maakt. Er is wel een paar mensen die wel basgieten maken, want als ik alleen moet maken, dat zou wel bijna niks in de centrale markt zijn, toch? Oké, u zegt centrale markt, dat betekent dus dat u de producten ook brengt naar de centrale markt. En daar heeft u ook een stand? Nee, ik breng ze niet naar centrale markt. Mijn producten worden eigenlijk door mijzelf verkocht. Maar als er wel iemand is die wel wil kopen en verkopen, dan doe ik wel een beroep op dat. Wel, soms ga ik op de straat, gewoon langs de weg. Ik verkoop ze. Als ik een beursje krijg, dan ga ik wel naar een beursje. Dat wel. Welke beurzen gaat u zo wel? Ik heb wel bij Sana Buya gestaan, bij de... De Indofair? Nee, die ondernemersbeurs. Okay. Ik was hier op Lelydorp. Ik was ook bij de beurs van de... Bij Lelydorp van de Diandesa project. Was ik ook daar. Zo maak ik me wel mijn bekendheid. Okay. Want ik... Als ik ben, dan breng ik wel visitekaartjes. Dat zo verspreid ik mijn visitekaartjes.
dan zo krijg ik mijn bestellingen wel naar binnen. Want ik doe het meestal zelf. Alles verkopen, maken, alles. Deze producten worden meestal van wariboom. Ja. En zo ziet een wariboomplantje eruit. Het is een wariboom. Een jonge wariboomplantje. Wat voor soort plant is dat? Een plant die in het bos groeit. Als het groot wordt, is het net zo. Is deze? Jawel. Het lijkt op een soort suikerrietachtige plant? Jawel. Het is wel net als een suikerrietachtige plant. Je hebt ze in verschillende diktes. Hoe lang kunnen deze worden? Het kan wel tot 4 meter worden. Ja? Maar je hebt, als je basgieten gaat maken, heb je meestal oude, jonge en middelmatig. Oké, en dit zijn die verschillen eigenlijk. Dit is de dikste? Nee, want het gaat niet met eigenlijk. Als je basgieten gaat maken, is dikte geen probleem. Okay. Want je gebruikt alleen die buitenkant, die schil, laten we zeggen zo. Yeah. Die schil gebruik je, want die binnenkant gebruik je niet. Okay. Het geeft niet als het dik is of dun, maar je hebt jonge en je hebt middelmatig en je hebt oude. Okay. Die oude gebruik je meestal voor, laten we zeggen, die stokjes. Men zegt die... Mijn term zegt posto. Ja. Posto toch? Ja. Daar heb je die touw. Ja. En voor die jongen is dit toch meestal. Om de afwerking. Ja, de afwerking om goed te binden. Kijk. Het werkproces is, ik ga het eerst krabben. En het groen gedeelte weghalen. Want als je het met die groene gedeelte laat, is het langer om te wachten voor het gebruiken. Want het gaat meer langer tijd nemen om te drogen. Oké. Dan ga ik het krabben. Dan is het sneller om ermee te werken. En het is ook mooier om te werken. Om te zien, kijk, zie je wel? Ja. Maar als het grof is, is het niet zo aantrekkelijk voor mensen. Vooral als je gaat vernissen, is het aantrekkelijker, geeft het een andere shine. Oké. Dan ga je het uitsplijten. Jawel. Je gaat het uitsplijten. En dan, wat doet u nu? Dat binnenste haalt ik eruit. Zie je wel. En dat is onbruikbaar? Kan dat niet dit is gebruikt worden of zo? Nee, je kan het wel niet gebruiken. Daar. Stel als je dat droogt, is dat niet vlambaar? Is dat niet goed voor... Ja, het is vlambaar. Het is een natuurproduct. Zie je wel? Kijk. Als je, zie je, alleen maar het, okay. Het, alleen het dingen, het schilgedeelte gebruik ik, zie je wel? Ja. Als je dat nog nooit hebt gedaan als persoon, kan ik dat zelf ook doen of is dat best moeilijk? Wel. Moet je daar een handigheid in hebben? Wel, om eerlijk te zeggen, dit is wel een beetje scherp. Ja. Als je misschien niet zo, je kunt het voelen. Ja. Als het, zie je wel? Ja. Oh, ik ben zo bang. Ja.
Als, inderdaad. Het is eigenlijk een beetje scherp. Ja. Als je niet gewend bent, kan het wel je handen snijden. Oh. Al heb je zoveel afval, ja, het is ook niet zo schadelijk voor het milieu. Klopt. Want het is, als je het laat, is het gewoon bio-afval. Klopt, helemaal. Nu u toch hier zo zit, ik zie dat u alleen een mes heeft. Is dat uw enige gereedschap wat u nodig heeft om al deze mooie dingen te maken? Ja, alleen een mes. Alleen een mes? En een houwer als je in het bos gaat om te kappen. Meestal, want je kan niet met een mes gaan kappen. Maar de rest kan je gebruiken. Gewoon een mesje is al genoeg. Ja. Dat is alle gereedschap wat je nodig hebt. Nee, het droogt alleen. Kijk hier, het droogt gewoon alleen. Ja. Maar in deze soort zie je wel het verschil. Zie je wel? Kijk hier. Deze zijn die jonge. Jonge gedeelte. En je hebt stevige gedeelte. Dat is die iets middelmatig. Oh, dat bedoelt u. Ja, toch? Zie je wel? Da. Maar als u dat zo houdt, gaat het niet kapot? Nee. Voorzichtig mee omgaan? Nee, kijk hier. Zie je wel? Kijk hier. Ga je zo. Zo is het flexibel, kijk hier. Oh ja, helemaal. Ja? En het kan meer flexibel worden als je zoiets doet. Zie je wel? Ga je weer zo. Zie je wel? Ja, helemaal goed. Ja. Met dit materiaal, als je het zo in één zet, in een grote bundel kan je wel een auto ermee trekken. En dat draaien, dat gebruikt u meestal om de afwerkingen te doen? Nee, kijk hier. Het draaien gebruik ik meestal om... Kijk, zie je wel? Oh, als handvat. Handvat en dergelijke. Kijk, voor het maken van basgieten, het lijkt wel op een vlieger. Ziet u wel? Het is gewoon... Als je niet gewend bent, dan lijkt het wel gewoon een hele groep dingen toch? Aan elkaar gewoon. Maar als je gewend bent, en meestal kijk hier, ik begin met, dit is een, ik zeg gewoon 3-6. Want het heeft 6 dingen. 6, laten we zeggen, 6 groepen. Daar verdeel ik het toch? Dan ga ik het verdelen. Daarom gebruik ik meestal, hoe ik 3-3 zet, dan ga ik 3-3 nemen. 3-3 stokjes. Ja. Vroeger gebruik men als vergiet. Maar veel mensen nu, ik kan misschien bij in 5 huizen van de Javanen gaan. Misschien krijg je in geen enkel huis een basgiet wat ze gebruiken net als vergiet. Maar het is eigenlijk van de cultuur van de Javaan. Maar men pakt meestal het gemakkelijkste van... ik pak een vergiet in de winkel. Oké. Okay. Maar wat denkt u dat de reden is dat mensen dit niet meer willen gebruiken? Nee, als u meestal kijkt... Het is de Chinese vergiet is ietsje goedkoper. Maar u moet wel aan de andere kant kijken. Het is van plastic gemaakt. Het is schadelijk voor het milieu. En dit is ietsje vriendelijker dan normaal. Als het bijvoorbeeld net als dit een schoen, een souvenir is, dan krijgt het wel een vernislaagje. Okay. Maar als je bijvoorbeeld in de keuken gaat gebruiken, net als, laten we zeggen, vergiet, dan hoeft het niet. Dan hoeft het niet. Nee, want dan kan het gewoon gebruikt worden, want misschien is, laten we zeggen, het vernis ook schadelijk voor de gezondheid. Ja, voor de gezondheid. Maar gaat het dan niet kapot? Wordt het dan niet zwak? Nee. Want eigenlijk blijft het wel een hele tijdje. Ik weet mensen die een basgiet hebben. Ik heb ook eentje die meer dan 25 jaar. Echt?
Ja, ja. Ik, naar mijn belevenis, als ik elke dag bami ga koken, dan zetten we bami en dan komt er ook heet water natuurlijk daarin. Maar kijk, ik ga je wat zeggen. Vroeger gebruikt men, laten we zeggen, die mensen van Rustenwerk gebruiken basgieten om garnalen te wassen. En men gebruikt een basgiet jaren in de zee met zoutwater. Als het kan houden, dan kan het niet houden in het gewone normale water wat wij gebruiken in de keuken. Ja, ja. En dit is gemakkelijk, als je bami gaat koken, kan je gewoon je grote pan of je pot in het vuur zetten. Je zet je basgiet in die pot, in die pan, je zet je bami gewoon erin. Als je eruit trekt, is het gewoon helemaal je bami is al in je vergiet. Ja, wat doen wij toch allemaal fout hier toch in Suriname? Maar met een plastic vergiet kan je het niet doen. Nee, dat klopt. Dus we moeten allemaal dit gewoon aanschaffen. Eigenlijk veel mensen vergeten het waardering van deze product. Juist. Maar terwijl het hele stevige product is, want als men zegt dat het niet stevig is, zou ons voorouders het niet gebruiken. Oké, okay, nou, we hebben hier allemaal van die producten die u gemaakt heeft om u heen zitten. En we beginnen met deze hele grote. Het is zwaar en ik denk dat er iets in zit, dus gaan we even openmaken. Er zit nog één erin en er zit nog één erin. Het is een hele setje. Ja. Hoe lang heeft u hier aan gewerkt? Laten we zeggen 2 dagen. 2 dagen, ja. Aan deze hele setje? Ja. En hoe noemt u dit? Dit is eigenlijk basgiet gewoon met deksel, toch? Ja. Maar men gebruikt het voor zoveel dingen. Ja. Meestal de kleine zo gebruikt men meestal in de kamers voor, laten we zeggen, haarbaantjes zetten. Oké, okay, ja. Bijouterie te zetten, toch? Ja. Ja. En je hebt grotere. Ja. Veel mensen gebruiken het, ze zetten broden erin. Dus men zegt broodmandjes en dergelijke. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een multipurpose. Oké, okay, helemaal goed. Je kan wat je ermee wil doen, kan je ermee doen. Oké, okay, dit zijn de basketjes met deksels. Dan hebben we wat nog meer? Dit zijn kleine vruchtenmandjes. Vruchtenmandjes, ja. Ja, ik zie je wel. Dit zijn eigenlijk basgiet met handvat, toch? Ja. Veel van ze, ik heb ze zo hebben ze dingen. Veel mensen gebruiken voor bruidmandjes. Een paar gebruiken ze, die hier in de staan, plukken bloemen. Om, voorin, want ze plukken bloemen meestal, zetten bloemen erin. En dat heeft hij ook in verschillende grootte, dat kunnen we maken. Ja, dus het grote en het kleine maakt aan meestal het klantenservice uit. Ja, ja. Wat men vraagt, dat maak ik. Oké, okay. En dit? Dit zijn meestal eigenlijk kleine schemerlampjes. Je maakt het open gewoon, je zet je licht erin. Een gloeilampje erin. Een gloeilampje, ja. Dan ga je gewoon hangen. Oké, okay. Dit zijn ook schemerlampjes die je aan de wand gaat vastzetten en die lichtje is achterin. Ja. Net als dit. Dit zijn meestal wijnhouders. Ja. Of soepiehouders, een paar souvenirtjes. Dat is een theepot. Ja, de souvenirtjes. Ja? Je hebt ook schemerlampjes. En dan dit is een bel. Het lijkt op een bel. Is dat dus ja, een bel? Dus eigenlijk, dit is ook een schemerlampje. Ja. Je zet je gloeilampje achterin. Dan kunt u het wel hangen. Hoe bent u aan deze inspiratie gekomen? Het is gewoon eigenlijk, als je wel misschien gaat lopen, dan ga je iets zien. Dan ga je tak, ik kan het ook maken. Ik ga het proberen. Inderdaad, helemaal goed. En daarnaast u heeft u een standenlamp. Jawel. Dat is ook los, dat bovenstuk kunt u. Ja, los. Kijk hier. Ja. Oké, okay, en dan heeft u daar een soort gloeilamp gezet. Mm-hmm.
En hoe lang heeft u daar aan gewerkt? Voor het maken kost het geen zoveel tijd. Maar voor het design meestal neemt het wel tijd. Want als je iets nieuws gaat maken, moet je wel gaan proberen. Hoe ga ik dit sneller maken? Of hoe kan ik het gemakkelijker voor mijzelf maken? Ja. Dus het design neemt tijd. Maar als je wel het design al hebt, daarvoor het maken is het niet zo moeilijk. Gaat het wel eens mis wanneer u dan begint aan iets nieuws bijvoorbeeld en dan begint u van, dit begint het. En dan begint u te vlechten en dan gaat het wel eens mis dat u zegt van, helemaal weghalen. Gebeurt dat wel? Ja. Zo is het altijd. Want misschien als ik iets ga maken, daarom zeg ik, bij het designing is het meestal, neemt het wel tijd. Want als u misschien 3-4 keer moet losgooien en weer aan elkaar zetten. Want dat design neemt tijd. Maar als u bijvoorbeeld al eentje hebt design, mm-hmm, en die wil met dat werken, dan is het gemakkelijker. Okay. Dit is wel een kleine collectie wat ik heb. Ja. Maar wat heeft u nog meer bijvoorbeeld? Ik kan wel, wat je kan weten, ik kan wel klerenmaandjes maken. Ik kan wel maandjes met 1, 2 gedeelte zetten voor uien, knoflook. Heeft hij ook van die krukken, stoelen? Ik ben bezig met mijn design, met mijn denkwijze, hoe kan ik wel een terraset maken. Ik ben bezig nu met een tafeltje, maar ik ben nog niet zo ver. Oké. Maar goed. En kleine dingetjes, bijvoorbeeld kopjes en dat zijn meestal eigenlijk souvenirtjes, toch? Ja. Men zegt souvenirtjes. Ja. Dus, maar nu heb ik niet bij de hand. Oh, ja. Okay. Want ik maak meestal op bestellingen. Wat ik krijg, dat maak ik. Vroeger, als ik daar, laten we zeggen, aan de kant staat, gaat men wel het kopen. Maar nu is het wel een beetje stroef gegaan. Omdat men, als het echt niet nodig heeft, gaat men het niet kopen. Men koopt een basket meestal, ik heb het nodig. Laten we zeggen, voor die klossen. Als men echt geen feest gaat hebben, gaat men geen klossen kopen. Maar men vergeet, als je een Chinese klossen gaat kopen, je gaat het misschien 3, 4 of 5 keren gebruiken, dan is het al klaar. Want is alles al los. Maar een Javaanse klossen, een pandan klossen, gebruik je het meer dan 25 jaar, dan is het nog stevig goed. Ik zit aan de Drukkerweg, een zijstraat van de Palisadeweg. Palisadeweg 2? Ja, want mijn straat is het verbinding van Palisadeweg 1 en 2. Oké, de verbinding van 2. Ja, dus ik ben een zijstraat van de Palisadeweg, de Drukkerweg. Ik ben op de nummer 35, district Para. En wat is het telefoonnummer waar ze kunnen bellen? Mijn telefoonnummer is 82-65-121. Mijn boodschap voor de Javanen is respect de Javaanse cultuur. Kijk, van deze basgieten, misschien ben ik een van de jonge generatie die het doet. Maar bijna is alle oude generatie, bijna zijn allemaal op. Dus het ligt aan jullie jongeren om het wel over te nemen en respect de ouderen, want van respect krijg je alles.